Deze man, eveneens afkomstig uit Rusland, Vadim Kovadov. Ook hij traint bij Red Devil Russia. Heeft de blauwe hoek. Zoekt eventjes waar hij zich bevindt. En op de bekende, relaxte Russische wijze loopt hij naar zijn hoek toe. En die Russen, die zijn gevaarlijk hoor in het spel. Het zijn echte killers, het zijn straatvechters. Het zijn vechters in ieder geval, vooral dat. Maar het zijn straatvechters met techniek. Het zijn mannen die een ongemeen harde vechtstijl koppelen aan een groot arsenaal technieken. En vooral een grote drang om te overleven. Give him a big hand from Russia, Vadim Kovadov. Tegenstander Michael Tilroy. Ook hij uitkomend voor Judojin. Spannen, normale kickboxer ook deze man. Van vele markten thuis, Michael Tilroy. Maar dat zal het zwaar krijgen, dus goed wat op. Michael Tilroy! Zolang Tilroy misschien die afstand kan houden en zijn surplus aan techniek in de Muay Thai kan gebruiken, zal het goed gaan. Hij zal moeten proberen bij die Rus weg te blijven. Beelden hier van Tilroy, free fightend, mix fightend en altijd spectaculair, altijd knokkend. Deze man. Kijken of het zo goed zal gaan, ook tegen deze Vadim Kovadov, 1,77 meter, iets kleiner dus dan Michael Tilroy, die is 1,83 meter. En het gewicht is ook in het voordeel van de Nederlander, 109 kilogram tegenover 89. Dus de mogelijkheden zijn er, lengtevoordeel en gewichtsvoordeel voor Michael Tilroy. Laten we kijken of dat zal gaan uitwerken in de ring. Mixed fight, 1x10 minuten. De man die luchtig gaat, dat is van Tilroy, die nu onderop ligt. En nu zal Kovadov, de Rus, proberen in die mount te komen. Hij weet er nog goed te ontwijken, maar is eroverheen. Eroverheen en nu zit je in de problemen daar. Tilroy moet nu heel dichtbij blijven. Pakt daar de touwbeet. En de eerste rope escape is een feit. 1 escape voor de rode hoek. 1 minuspunt. Ja, van Tilroy is de man links in beeld. Ze lijken op elkaar allebei dezelfde broek aan. Op de rug gezien met een tatoeage op de rug, dat is Kovadov. De low kicks van Tilroy moet daar weg. Weer de shoot, weer het duiken naar de benen van Kovadov. Daar zijn ze zo geroutineerd in die Russen. Kovadov, hier in beeld. Een gevaarlijke, snelle vechter. Van Tilroy moet werken met die logisch. Dat is een sterke wapen. Dat kan hij verschrikkelijk goed. En weer die hoge trap. Dat moet je niet maken bij die Russen. Komt nu bovenop naar die Tilroy en aan. Goed werk daar van Tilroy. Maar de Rus kruipt er onderuit. Wat jammer zeg. Een uitstekende kans had daar van Tilroy om daar iets te gaan doen. Ja, en nu die enkel zit daar vast bij van Tilroy. Grijpt de touwbeet. Onze touwbeet pakken betekent meteen automatisch een rope escape. Voor de tweede maal. En wederom een escape voor Michael Tilroy. Hij staat dus 2 achter. Dat spreekt vanzelf. De stoten van Tilroy was rakelingslang. Maar die Rus gaat door. De Rus ontketend. Dat zal Tilroy weinig uitmaken, want die blijft rustig. Laat zich weer gooien nu.
En nogmaals, Tielrooy mag die touwen nu niet meer beetpakken. Nog één keer en het is over. Dus hier ligt hij beroerd. Hij moet blijven bewegen, hij moet blijven bewegen. Daar de enkelklem daar en het draait af. Ja, hij tikt af. Ja, het been zat vast. Hoe het overdraaien ze om. En Tielrooy kon niet anders dan afkloppen. Einde verhaal, einde wedstrijd. Winnaar Vadim Kuvatov. Dat ging snel. Toch onverwacht. En dan zie je weer die techniek, hoe belangrijk die is. Die hoge trap, hij duikt onderdoor. Ja, dat weet je. Meteen bij die Russen, je moet niet hoger schoppen. Pas als ze achteruit lopen kun je dat misschien doen, maar nooit als ze vooruit lopen. Dan is het vraag om de problemen. Hier had Van Tielrooy een goede kans. Maar de Rus is bewegelijk, klimt er onderuit, komt dan zelf weer overheen. Hij draait er overheen, kijk die linkervoet van hem zit nu vast. Hij draait nu door, dan overstrekt hij die enkel en dan is het afgelopen. Hij moet aftikken, Michael Tielrooy en Vadim Kuvatov wint deze wedstrijd door afkloppen van de tegenstander. Opgave dus. 3 minpunten betekent gewoon het einde van het gevecht. Dames en heren, de winnaar van deze partij uit Rusland, Vadim! En natuurlijk ook een sportief applaus naar Michael Tielrooy, dames en heren. Ruud Hiers, bedankt voor het uitreiken van de prijs.